Ik ben Vital Borkelmans. Ik heb 22 jaar profcarrière achter mijn rug. Mijn eerste ploeg was Zulte Waregem. Dan Club Brugge, A-Gent. Het laatste dan op mijn carrière is het Cercle Brugge. Ik heb tot mijn 41ste kunnen meedraaien in de top. En daar heb ik echt van kunnen genieten. Nu momenteel ben ik trainer bij tweede klasse FC Dender. Ik lig elke week, dag voor de match, lig ik eigenlijk op de matras. En ik moet zeggen, dan, als ik van de matras kom, dan moet ik nog wat slokken water drinken. En dan, als ik op de training ben, dan is het precies dat mijn benen veel frisser aanvoelen, veel lichter zijn eigenlijk. Ik had regelmatig last van zware benen. En de trainer had me gezegd dat ik deze matras eens moest proberen. En ik was eigenlijk direct verkocht en sindsdien doe ik dat zo ongeveer 2 keer in de week. Zeker altijd op vrijdag voor de wedstrijd. Ja, en ik voel me daar goed bij. Hoe bent u met Andulatie in aanraking gekomen? Ik ben in contact gekomen met de mensen voor de Andulatiematras eigenlijk. Tot ik een jammerlijke ziekte in mijn lichaam heb, een soort reuma-artritis, waar ik medicatie moet voor gebruiken. Dus ze hebben mij gevraagd voor deze matras uit te proberen. En tot op heden ben ik een zeer tevreden iemand. Ik moet veel minder cortisone gebruiken dagelijks. Normaal moet ik dagelijks dat nemen, maar nu niet meer. Dus daar voel ik mij goed bij. Ik gebruik het altijd preventief in combinatie met de gordel. Omdat ik dat een goed gevoel geeft aan de buikspieren en dat eigenlijk heel het lichaam ontspannen is. We hebben al verschillende ploegen, zelfs in het buitenland eigenlijk, topploegen, die al verschillende matrassen hebben. En ik heb dan ook testen gedaan met de speler die er nu momenteel op ligt. Hij was daar de eerste, samen met Philippe. En die had ik dan voor de training dat uit. En ze zeiden ook van trainer, het is goed, we zijn frisser. We voelen ons qua recuperatie ook eigenlijk heel goed. Dus in C13 gaan sommigen tot al redelijk wat spelers daar op liggen. En ook naar kwetsuren toe denk ik ook dat die preventief heel goed kan helpen. En daarom raad ik dat ook aan eigenlijk, zeker naar mijn spelers toe, om toch regelmatig eens op deze matras te liggen.